That's the sound of the police! Ik denk dat Control Alt Delete op een hele constructieve manier, echt vanuit partnerschap, probeert de boel bij elkaar te houden en die politie te verbeteren. Soms van buitenaf, maar ook van binnenuit. Wat ik van de avond vond, ik vond hem constructief, hij was ook kritisch, lag ook gevoelig. Maar ik vond wel dat er gezocht werd naar verbeterpunten. En dat er over en weer goed geluisterd werd. Het raakt mij diep wat hier gezegd wordt. En dat geeft mij echt de kracht om niet op te geven en morgen toch nog beter mijn best te doen om de wereld beter te maken en een politie te zijn voor iedereen. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Ik denk dat we nader tot elkaar komen. Er is in de samenleving al polarisatie genoeg. We hebben dat bijvoorbeeld gezien ook met het debat rondom Zwarte Piet. Zo lange avonden zijn als deze, mijn werk niet klaar is. En ik de volgende dag extra mijn best zou doen om een politieagent, een politieteamchef te zijn voor iedereen. Wat ik wel kan beloven is dat ik dit onderwerp met alle collega's in Noord-Holland bespreekbaar gaan maken. Of je nou politieagent bent, leraar of Dion van Control Alt Delete, geen van ons mag opgeven. Want hierin hebben we elkaar nodig en dat is wel mijn drijfveer om het beter te maken. Er zijn ook heel veel collega's toch voor wie dit wat verder van hun bedshow is. En ook met die collega's gaan we dit bespreken. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.